Jan van Burk, sinds ruim een jaar nu voorzitter van de Stichting Libreien Walrooskerk. Stichting Libreien heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de boeken in de benedenlibreien en in de bovenlibreien. En ook de verantwoordelijkheid voor zeg maar, het meubilair. Wat behandeld dat we hier nu staan, dat kruispunt hier achter mij, dat heeft een architectonische term, dat heet de viering. Dat is dus dit. En dat is gewoon het kruispunt tussen Oost-West en Noord-Zuid. Nou, jullie en wij zijn allemaal nu in het koor. Dat is altijd, zoals je weet, het oosten van de kerk. Het woord oriënteren komt daar ook vandaan, want oriënt betekent oosten, zoals je weet. En dat is dus dit gedeelte hier. En dit zwaard, dat is gerechtigheid. Ja. Nou, we gaan weer heel mooi gemaakt, gerecreëerd mag je wel zeggen. Je ziet wel dat er een heel groot verschil is tussen de gewelfschilderingen die onder zijn leiding werden gerestaureerd. Hij heeft het weer mooi geverfd. Hè? Ja. En anderen vonden dat maar niks. Die zeiden, ja, je moet het zo terugbrengen zoals je het aantreft. En dan kan je met een beetje vage arsering aangeven hoe het was. Dat in je achterhoofd, dat was ben je hier dat wel was wel druk. Vaak ook 16 bladzijden op één groot vel. En dan moest je maar zien door slim te vouwen en zo, dat alles in de goede volgorde terugkwam in het boek. Dat was in de beginperiode best wel een hele puzzel. En we hebben veel fouten. Natuurlijk bestelden ze bij goede collega-katholieken dit mooie werk. Ze gingen ook naar Deventer en dan dus van Rustenburg. Nou, we gaan hier nog even kijken in deze kast. Zeker al als je priester wilde worden, moest je naar die school. Maar als je verder iets wilde betekenen of betekende in de maatschappij, moest je zeker naar Latijn. Die tenslotte weer door de duivel te grazen werd genomen. Hij was in Lochem aangekomen. Ja, die sleutel opraapt en dan ruikt hij dat kippenpootje. Hallo hond. En dan kan hij. Ja, ongeveer van dit verstand heb ik het weer lang omraad. Ja, ja.